What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Vandaag gaan we weer drie titels bespreken met onder andere Bob Marley, One Love, Avatar The Last Airbender en Drive Away Dolls. Maar voordat we beginnen, zoals altijd, jongens, hoe is het met jullie? En hebben jullie nog wat meegenomen van vandaag? Ja, gaat lekker. Komt maar krachtig. Ja. Ja, gaat goed. Ja? Ja, ja, hebben jullie niks meegenomen van mij? Jawel, ik wel. Nou, ja. Licht toe. Van de week heb ik dingen gekeken. Ready Player One. Van Spielberg. Ja. Steven Spielberg, ja. Inderdaad. Het is niet echt een beetje... Spielberg film, dus ik was nog even aan het twijfelen. Nee, dat niet. Het is wel heel futuristisch. Mm-hmm. De reden dat ik die film heb gekeken, vorige week hebben we het over die van Disney, weet je wel, die mat dat mensen op kunnen lopen. Dat mensen het over, inderdaad. En de Vision Pro is uit natuurlijk, die komt nou ook heel veel voor. Dus, Wacht, twee tellen. Ja. Is er iemand die toevallig aan het kijken is op een Vision Pro? Laat het weten in de comments. Ja, ja, ja. Is nog niet te koop in Nederland, man. Ja, er zijn wel sommige mensen die hebben ja, die, hem, weet je wel. Die hem al misschien wel zit iemand gewoon zo op fullscreen in een woonkamer. Zo. Ja, daar kan hij gewoon bij zitten. Zo. Maar ik heb daar dus heel veel beelden van gezien. En toen dacht ik bij mezelf, kijk, ik hou van gamen. Dus bijna op een gegeven niet. Moment dacht ik bij mezelf, zal het zover komen dat we net als in Ready Player One, dat je ook echt zo'n trackpad hebt, weet je wel, waar je op kan lopen en echt zo'n brilletje. En dan op een gegeven moment buiten je eigen leven in het virtuele wereld ook nog een apart leven hebt. Ja, dat heeft Facebook toch geprobeerd met die Meta. Maar ja, maar was... dit is wel echt next level. Nee, ja, snap ik. Maar Facebook heeft een beetje geprobeerd. Alleen niemand die had de interesse naartoe. Nee, klopt. Maar je weet, als Apple ergens maar begint... Als Apple het aan begint, dan koopt het wel. Apple heeft wel altijd de perfecte timing. Ja, maar en Apple heeft ook, wel nu, heel veel uitgewerkt. Maar nu met die Vision Pro hebben ze eigenlijk niet een hele aparte wereld gecreëerd. Maar ze hebben dat stukje tech geïmplementeerd in het... Klopt. Echte wereld. Je kunt gewoon om je heen kijken. Ja, precies. Je ziet nog je woonkamer en dan heb je gewoon... Alsof je overal een beamer hebt staan met eigen beeld. Van. Weet je? Ja. Dus dat sprak mij een beetje aan om Ready Player One te kijken. Die Apple Vision Pro die is volgens mij geïnspireerd op de bril van Cookie. Een Cookie? De Cookie van net. Net Survival Gids. Oh, nee. Dat is niet echt zo, maar het zou een goede reden zijn. Ja, maar tijdje had Google toch ook. Gewoon zo'n bril en dan inderdaad zit zo'n klein blokje zit hier. En dan kon je daar op kijken. En dat was wat van die Cookie. Maar Cookie had zo'n soort vlaggetje. Ja. En dan draai je hem zo naar binnen en dan activeer je je bril. En ik heb... Ik ben vorige week zondag naar de bioscoop geweest, zonder jullie. Naar Madame Web. Ja, dat heb je gezegd. Ik ga het heel kort houden. Ik ga er niet naartoe. Je bent er al geweest? Ja, ik ben geweest. Oh, ga er niet naartoe. Ga er niet naartoe. Ik ga er niet naartoe. Ja, je zei ga er niet naartoe. Nee, ik zei ga er niet naartoe. Die film, nou, ik weet niet, hebben jullie Morbius gezien? Ja. Nee. Ja, ik heb dus niet... had Erdem toen het ook over. Toen Erdem nog in ons film was. Ja. Want ik heb dus achteraf heb ik een beetje naar reacties gekeken wat mensen ervan vonden. Vooraf had ik ook gekeken natuurlijk. Maar mensen zeggen echt van Morbius, vergeleken met dit, is Morbius een topfilm. Terwijl de Morbius al trash is. Ja, en Kraven gaat ook trash zijn. Waarschijnlijk wel, ja. Als we op deze niveau doorgaan, dan... Want wat je in de trailer ziet, dat is misschien... je ziet natuurlijk die drie leuke dames, allemaal mooie pakjes aan en heel veel actie. Iedereen met een fetish. Dat is puur een droom dat misschien een minuutje duurt in die film. Ja. Voor de rest is het zoveel trash. Een soort van Argyle met Dua Lipa. Ja. Maar als ik over trash praat, dan praat ik over CV-werk die helikopters opblazen. Die standaard muren, gewoon buitenmuren van gebouwen opblazen. De villain, ik ga ook gelijk het einde spoilen. Nee, spoilen maar niet. Maar misschien, aan mij kan je wel spoilen, maar de kijkers willen misschien nog kijken. Ja, maar de villain gaat op zo'n onzinnig manier dood. Ja. Dan denk je bij jezelf van, the fuck, heb ik 2 uur voor dit eindgevecht? Ja, ik zei nog tegen jou, ga er niet naartoe, maar je wil niet luisteren. Wie niet luisteren wil, moet me voelen. Maar ik hoop dat niet dat je het gevoeld hebt. Dat zou een beetje zo'n na zijn. Nou, dat was een beetje mijn week. Oh, lekker. Nee, ik heb gekeken naar American Nightmare. Die kun je vinden op Netflix. Netflix. Het is echt een aanrader, hoor. Het is een docu-serie, dus 3 keer 45 minuten.
En het gaat over een situatie in 2015. Waarbij een stel die, ja, die slaapt dan. En in de nacht komt er een indringer in hun huis. Ja. Die neemt de vrouw mee. Gewoon kidnapping. En die man die wordt gedrogeerd. En hoe ga ik dat allemaal zeggen? Alles, alle aanwijzingen die de politie vindt, wijst naar die man. Oh, wacht. Daar heb ik een stukje van gelezen, ja. Ja, alles wijst naar die man. Dat hij het heeft gedaan. Enkele dingen zijn bijvoorbeeld, volgende dag wordt hij wakker. Maar gewoon heel laat. 1 uur of zo, 2 uur. En dan pas belt hij de politie. Maar ja, die man had allemaal dingen gekregen van de kidnapper. Je mag de politie niet bellen. Ja. Hebben ze bijvoorbeeld een stukje van het huis getaped. Van je mag hier niet uit of zo. Dat soort dingen. Hm. En is er waar gebeurd? Ja, dit of is, het is een dok, zei je ook. Hè? Ja, het is een waar gebeurd situatie. Ah, okay. Ja. Maar er is toch ook die serie dat die vrouw die wordt gewoon volgende dag komt ze gewoon thuis. Dat is die. Daar heb ik een stukje van gelezen, klopt. Ja. Dat is een heel raar verhaal. Het is echt een heel raar verhaal. Ik denk dat je het moet kijken, maar het is een beetje onduidelijk. Het is heel onduidelijk, want het feit dat, als ik zeg Gone Girl, die kwam het jaar daarvoor, kwam die uit. Oh. Dus iedereen was een beetje gefocust van die man heeft het gedaan, dat soort dingen. Is het niet een soort van Don't Fuck With Cats? Dat was ook de killer daarvan, die was ook obsessed met verschillende horrorfilms als American Fiction. Of American, met Christian Bale, hoe heet die nou? In ieder geval die 2000 film, American Psycho, American Psycho. Oh ja. Oh, ja. Dus hij had allemaal van die scènes, weet je wel, een interrogation scène was weer van Catch Me If You Can. En dit gaat hij dat naspelen terwijl maar dit is gewoon echt gebeurd, maar hij leefde gewoon in zo'n film. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval deze docu laat ook zien van hoe die sheriffs en alles. Want als kijker weet je van dat die man het niet is. Ja. Ja. Maar al die aanwijzingen, je ziet ook interviews. Live footage van wanneer ze hem hebben verhoord, dat soort dingen. Dat die Amerikanen hebben echt vies gespeeld, laat ik het zo zeggen. Ja. Later zijn die agenten ook op non-actief gesteld. Dat soort dingen. En daarnaast, daarna hebben ze ook een boek hierover geschreven. Er zit een plot twist aan het einde. Dus het is wel waard om te kijken. Dat soort dingen. Maar je hebt alles afgeteld. Nee, zeker niet. Het is echt een klein stukje. Serieus. Je gaat echt kijken van, wat de fuck gebeurt hier al? Ja, er zitten sommige bizarre death of moordcases in Amerika. Ja. Ja, ook met die oude NFL-speler had je ook, met die Hernandez of zoiets. Zo'n oud, hij speelde bij de Patriots. En terwijl hij daar nog speelde en best wel goed was, ondertussen heeft hij schijnbaar zijn hele gezin vermoord of zo. Weet ja. Maar ik heb ook nog een ander nieuwtje. Nou. Vanuit Lionsgate. Want hun hebben een releasekalender hebben ze aangepast. Ja, klopt. Aankomende juni zou dus de spin-off serie van John Wick, Ballerina, uitkomen. Ja, klopt. Die is vertraagd naar volgend jaar. Zo, heel jaar. In ieder geval, dus de plekje kwam vrij. Ja. Wat komt er nou uit? The Crow. The Crow. Hey. Reboot. Ja. Reboot, inderdaad. Ja. Met onze vriend. Bill Skarsgård. Skarsgård. Ja, ik ben benieuwd, want we hebben daar ook een aflevering over gehad. Ja, klopt. Van de originele. En die box die ligt gewoon achter jou. Oh, zit die nou? Ja, je daar, Last Scream. Ja. Dus als mensen willen weten hoe we die film hebben ervaren, hebben we een aflevering op 13 november. Ja. En daarna is de vader van Bill, Stellar. Stellar Skarsgård. Stellar Skarsgård. Echt lastige namen, man. Ja, dat is Scandinavisch. Skarsgård. Maar ja, die gaan we binnenkort zien. Want hij heeft, hij speelt ook in Dune. Ja, in part Dune 1 en 2. En 2, speelt ook in 1? Ja. Oké. Okay. Maar dan zien we hem als baron. Hebben jullie Dune gekeken? Hakkoenen of zo. Oh ja, zoiets. Ja. Heb ik Dune gekeken? Ja, Dune 1. Jij wel, volgens mij. Ja, ik heb Dune 1 wel gekeken. Ik heb de eerste ook gezien. Ja? De eerste was slow. En nu ga je echt in een rapid pace ga je er doorheen. Oké. Okay, ik wil wel eerst even deel 1 kijken voordat ik... dat heb je zelf een ander. Ja, dat sowieso. Nee, maar deel 1 is wel een beetje slow. Maar deel 2 is schijnbaar meer actie. En deel 3 wordt schijnbaar nog gekker. Ja. Maar daar komen we volgende week op. Ja. Ondertussen, gisteren was... de SAG Awards op Netflix, live te zien. Oh. Nou ja, het was weer... Oppenheimer was weer de favorite. En Killers of the Flower Moon en The Holdovers, die hebben weer prijzen gepakt. En in de categorie van series was The Bear en The Beef weer grote winnaar. Mm. Dus ik blijf het vaak zeggen, ga The Bear checken, ga The Beef checken. En onze grote vriend Hoyt van Hoytema... die heeft ook een prijs gepakt in de BFTA. Want die was ook ondertussen was die, geweest. Ja. Die heeft voor beste cinematografie heeft hij het prijsje te pakken. En
Laten we hopen dat hij ook best cinematografie pakt tijdens de Oscars. Mm-hmm. Dat over 2 weken is, 10 maart. Volgens mij is het voor ons 11 maart in de nacht. Ja. Laten we hopen dat hij dan het prijsje binnenpakt. Is leuk voor Nederland, is leuk voor de Nederlanders. Is leuk voor hem. Ja, hij komt volgens mij uit een klein dorpje in Zeeland. Dat is bizar, toch? 6 jaar op de bank lopen roken. Waar ik vorige week over toch op vorige aflevering. Het betaalt uiteindelijk uit. Hey, jij had het over American Nightmare, zei je? Ja. Je zei iets over de sheriff. De sheriff? Ja. I Shot the Sheriff. Who Shot the Sheriff? Ja. Laten we doorgaan naar de eerste film. Dat is Bob Marley, One Love. Heren, we gaan beginnen met de eerste film deze aflevering. Bob Marley, One Love. Ja. Ik wil van jullie 1 woord horen. Wat jullie van deze film vonden. Stoned. Stoned. Ja, ik kwam even nergens op. Spiritueel. Spiritueel. Spiritueel, ja. Ja. Nee, ik zou Freedom Fighter. Ik zou Freedom Fighter. Freedom Fighter? Ja. Ja, ja. Nou, ik ga voor oppervlakkig. Oké. Okay. Ja. Moet, je moet even toelichten dan, waar het allemaal over gaat. Ja. Het is meestal wel lastig als het over een artiest gaat om een film toe te lichten. Yeah. Ja. Het gaat over het leven van Bob Marley. Ja, dan, gewoon in één zin. Ja, nee, niet per se het hele leven van Bob Marley. Nee, ja, maar dat, ja, precies. Nou, waar gaat de film over? Ja, we zien eigenlijk zijn stappen naar de wereldfaam. En we beginnen eigenlijk in een soort van 1974, waarbij er een politiek conflict is in Jamaica. Ja. En dan zien we een stukje dat hij naar Engeland gaat. En dat hij uiteindelijk weer terug naar Jamaica komt. En, ondertussen brengt hij Exodus uit. Zeker. Ja. En tussendoor zien we ook nog flashbacks naar hoe die Rita heeft ontmoet. Hoe de Wailers, bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat wist ik trouwens niet. Bob Marley en de Wailers. Ja, dat dus, wist je dan niet? Nee, dat wist ik echt niet. Nee, het is altijd Bob Marley en de Wailers op zijn album. Ja, en hoe ze hun eerste record eigenlijk hebben opgenomen. Ja. Dat is het eigenlijk. Spiritueel, Hakan. Waarvoor spiritueel? Nou, ik wist nooit dat er echt zo'n... hoe heet dat? Dat hele Rastafari-gedoe. Oh, dat is wat voor religie was? Ja, dat wist ik ook niet. En ook dat ze steeds, weet je... Dan krijg je die flashback, dan komen die bij die groep en dan zijn ze heel spiritueel. En dan ik dacht dat het gewoon zo'n Jamaicaanse uitspraak was. Dacht ik ook altijd. Net als bomboclaat. Ja. Ja. Weet je? En ging in één keer, ik zat in één keer te kijken. Ik zei, wacht eens even, dit is gewoon een heel geloof of zo voor die mensen. Ja. Ja. Moet ik jullie bij spijkeren over het geloof? Rastafari. In 2-3 zinnen? No. Het is eigenlijk gebaseerd op de Bijbel. Een groot gedeelte. Ja, hoe zou ik zeggen? Dat was toch, in de film zien we ook Marvin of Marcus Gray. Ja. Daar komt die naam voorbij. Hij heeft ooit gezegd, over 10 jaar komt er een zwarte keizer ooit. En daarvoor zal de hele wereld voor knielen. En dat was Haile Selassie. Haile Selassie is de koning geweest of keizer van Ethiopië. Oh, vandaar ook die ring aan het einde. Ja, hij is de echte koning of keizer, wat het ook is, was hij geweest. En iemand heeft dus ooit laten zien van, kijk, dat is de zwarte keizer. En zo hebben ze, aan de hand van die uitspraak hebben gezegd van, oh, kijk. Dus hebben ze, zijn ze in zo'n soort bevestiging van religie. Ja. Precies. Ook. Waardoor de Rastafari kan wel kloppen. Ja. Nou, ja. Ja, nee, maar dat was dan uiteindelijk een soort van een profeet, weet je wel, voor hun. Hun zagen dus dat die Haile Selassie een reïncarnatie is. De zwarte reïncarnatie van Jezus, eigenlijk. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Rastafari. Ja. In het Ethiopisch. Is prins Ras. Ja? Ja. Daarom hebben ze ook Rasta haar zeker? Nee. Maar Ras betekent prins in het Ethiopisch. De voornaam van die Haile Selassie was Tafari Makonnen. Rastafari. Oh. Dat is eigenlijk... Nou, dit waren geen 2 zinnen. Nee, in de notendop. Nee, maar ik had wel veel meer van zijn jeugd en zo ook verwacht. Ja. Maar dat was echt een bepaalde fase van hem. Klopt, inderdaad. Dat had ik ook. Maar ik heb ook het gevoel dat hij echt gewoon als een heel goed persoon in een film werd gezet. Maar dat heeft ook bijvoorbeeld... als je aan een film begint in de bioscoop, dan zie je eerst een zoon, Ziggy. Ja. Die zegt ook, bij alle opnames ben ik aanwezig geweest. Ik denk dat hij echt wel impact heeft op de film gehad. 100%. 100%. Dat hij alle bijvoorbeeld... we zijn allemaal mensen. We maken allemaal domme dingen mee, weet je wel. Ja. En stomme keuzes maak je ook wel eens. Maar hij werd zo goed in de film. Werd hij als een heel goed persoon werd hij er neergezet. Ja. Maar ik denk echt dat er wel veel meer heeft gespeeld, hoor. 100%. Ja. Hij is wel een aardig man, denk ik.
Ja. Nee. Ja. Ja. Als je zo'n zijn dingen moet geloven. Als hij zegt, ik was erbij geweest en alles klopt een beetje. Zijn er nog opvallende dingen, Oron? Zeg maar iets uitsteekt of zo? Nou, wat vooral opviel is... de film op zich is niet zo technisch gezien niet zo'n pareltje of wat dan ook. Is niet zo, springt hij niet tussenuit of zo. Maar wat me wel dingen vond is van... Ik wist niet dat hij een soort van vrede mee had dat hij doodging. Want er was een soort van manier van behandelen. Ja, klopt. Ja, Teen verwijderen. Ja. Hij zei, ja, boeien, laat maar gaan. Ja. Is een beetje egoïstisch toch? Laat je al je kinderen en zo achter. Ja. Maar het was mooi geweest als het misschien uitgelegd zou zijn in de film, toch? Ja, het is ook een soort van uitgelegd, toch? Dat hij de vrede mee heeft. Dat hij met een doel naar wereld is gekomen. En dat hij dat heeft behaald. Ja. En noem het maar op. Maar hoe het verder is gegaan met die teen, dat weten we ook niet echt. Want hij is uiteindelijk overleden gewoon, toch? Ja. Ja, maar hij is ook een heel stuk daarvoor. Hij is naar Duitsland gegaan, hij heeft operatie gehad. Er is van zijn heup hebben ze ook nog een huid afgehaald om het te dekken. Hij heeft nog best wel een stuk geleefd, hè? Nee, maar dat dekken was een soort van dingen, toch? Gewoon die wond helen. Nee, maar uiteindelijk is het daar vanuit daar is het toch een soort van uitgezaaid of zo. Ja, okay, Het is, hij had een speciale vorm van kanker, had hij. En die blessure op zijn voet, wat hij met voetbal kreeg, dat... activeerde eigenlijk dat het niet meer herstelde. Mm. En via daar is het uitgezaaid over zijn lichaam. Dat is wat ik heb gelezen op het internet. Ja, ja. Al met al, ja, zoals ik zeg, technisch gezien heeft hij niet zoveel dingen. Leuke verhaal. Of het nou echt bijblijft voor de rest van mijn leven. Nee. Nee, dat niet. Ik heb hem één keer gezien. Ik vind het wel genoeg geweest. Ja, ja. De cast, goed gecast? Jawel, wel degelijk. Maar het is natuurlijk ook, ik ken alleen van de hele cast ken ik Bob Marley. Dus ik kan wel zeggen van, iedereen is goed gecast, maar ik kende zijn vrouw niet. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik vond het wel prima, ja. Ja. Gaan we het afronden, jongens? Ja, er valt niet zo heel veel over te vertellen. Precies. Het is gewoon zijn verhaal, het is leuk verteld. Het is ook weer niet een film die je gewoon voor eeuwig zou bijblijven. Nee. Kijk, Queen had dat iets meer, die Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Maar dit was gewoon echt een stuk uit zijn leven en... 3 sterren. Ja. Ja, ik, zoals ik al zei, weet je wel, ik denk echt dat hij zo'n veel impact heeft gehad op die film, waardoor die film gewoon is wel bij is gespeeld. Mm-hmm. Voor de rest vond ik wel een leuk verhaal. Het is niet zo dat ik een heel groot fan ben van Bob Marley. Ja. Voor de rest heb ik eigenlijk niet veel, maar ik geef het ook een 3 sterren. Ja. Blijf me aan bij Oren. Ja, nee, ik denk ook dat het een film misschien te kort is om zijn leven te weerspiegelen, zeg maar, helemaal. Dan kun je beter een docu van maken, soort. Ja. Toch? Eigenlijk, er is zoveel gebeurd. Het was wel leuk, hoor, op deze manier verpakt. Miniserie. Alleen, het is niet zo heel erg... Misschien is het te weinig verteld of zoiets. Dat misschien, ja. Ja, ik weet het niet. Op een of andere manier is het niet zo echt dingetje geworden bij mij. Dat het zo bijblijft of zo. Al moet ik zeggen, ik was wel gehyped van tevoren. Ja, dat zeker. Ja, dat wel. Ja, dat ja. Maar dat heeft ook een beetje met de marketing te maken, denk ik. Ja, oké. Okay, ja. Allerlei verschillende artiesten zeggen... This movie was amazing. Ja, ja. Dat is ook zo. Ja, ja. Ja. Nee, ik ga zelf ook voor 3 sterren. Dus uiteindelijk Bob Marley, One Love geven wij 3 sterren. Ja. Jongens, komen we aan op tweede film. Tweede serie. Tweede serie, yes. Avatar, The Last Airbender. Ja. Kunnen jullie de serie in 1 woord uitleggen? Heel simpel, teleurstelling. Teleurstelling. Te serieus. Te serieus. Ja. Ik, een beetje kloppend. Klopt. Maar leg even uit, wat is Avatar? Voor de mensen die het niet weten. Ja, Avatar begon als animatie. En hij komt na 100 jaar komt hij terug. De Vuur Natie heeft de wereld een beetje veroverd, overgenomen. En hij gaat nou de 4 elementen leren, zijn training doen en dan terugvechten. Ja. Ondertussen kijken we naar Avatar op de achtergrond. Ja, klopt. Dat draait hij al. Dat is die kleine, kale, lelijke jongen. Ja. Met een pijl op zijn hoofd getatoeëerd. Je mag niet eens een tatoeage hebben voor je 18e. Nee. Wat had u vooraf verwacht? Ik wil even eerst mijn woord toelichten. Teleurstelling. Jij zegt teleurstelling. Je had veel verwacht, volgens mij. Nee, ja, ik zei, kijk, met top of flop. Ik zei al, waarschijnlijk wordt het top, maar ik denk dat het een flop gaat zijn. Ja. Puur om het feit, zo'n animatieserie of een... Het is geen anime, hè? Dat is schijnbaar Nickelodeon. Dat we mogen worden opgewezen, het is geen anime. Maar pijl op je hoofd, van die rare kapsels, van die rare vliegende bizonnen en zo, dit en dat. Dat een tekenserie dat nog acceptabel is, maar dan als je er een live action van maakt, is het gewoon vaag. Maar ook, het verhaal klopt niet of zo, man. Jawel, man. De Avatar, die komt er toch zelf achter wat er is gebeurd met die hele stam van hem. Hier wordt het gewoon gelijk aflevering 1, wordt het door zo'n oud vrouwtje voorgekoud.
Ja, er zijn kleine details zijn aangepast. Ja, maar dat moet je dus niet doen. Dingen, bijvoorbeeld. Sowieso, live action moet je niet namaken ten eerste. Nee, dat klopt. Als je dat het perfect namaakt, is het gewoon alles, weet je al wat er gaat gebeuren. Klopt. Als je het aanpast, krijg je weer fans die over je in kakken met... Ja, dit is niet het verhaal. Dit is niet het originele verhaal. Ja, ja, ja. Dus sowieso mag je niet doen. Maar het is wel veel bekeken. Ja, dat dan weer ja, wel. Klopt. Ja. Mensen, wat had jij vooraf verwacht? Nou, in combinatie ja, wat ik vooraf had verwacht en mijn woord iets te serieus. Kijk, het is gewoon... ik dacht, het is weer zo lekker nostalgisch, toch? Je komt thuis naar school, je doet Nickelodeon op... en dan ga je toch Avatar kijken. Avatar. Oh, wat, ja, toch? Ja. Dus lachen. Ik keek het ook vooral voor die humor en zo. En toen ik dit zag, ik voelde het niet te grappig of zo. Ik, nee. Ik had er totaal iets anders van verwacht, laat ik het zo zeggen. Ja. Je bent eigenlijk meer aan het zoeken naar wat de gelijkenis met dingen is... Klopt. Dan dat je echt de serie kijkt. Ja. En overigens, waarom hebben ze die fucking intro aangepast? Ik hoorde die intro, ik hoorde water, aarde. Ik dacht, oh, fuck, ik zit op Nederlands. Die hele intro is anders. Klopt. Nee, die intro, dat doet dat oude vrouwtje dan weer. Ja. Weet je, want dat komt ze op een gegeven moment aan. En dan zegt ze, lang geleden. Ja, fuck dat oud vrouwtje. Ik zeg kloppend, want de story die klopt wel. Mm-hmm. Die zit wel een beetje in die volgorde. Ja. Alleen kleine details zijn aangepast. Bijvoorbeeld wat Oron al zegt. Ja. Want, en normaal komt hij er zelf achter. Want hij gaat daar naartoe. Terwijl dat, hoe heet de meisje? Korra en... Katara. Korra is spin-off, toch? Oh ja, klopt. Nee, sorry, dat is een heel andere. Katara en Sokka, die gaan dan met hem mee. Die weten het al. Ja. Dat de lucht... Wat is het? De luchtnatie? Vuurnatie. Wat was die? Oh, die Earthbenders. De luchtstam. Oh, Airbenders. Weet je? Ja, de Airbenders. Oh, dat is gewoon Engels. Dat is makkelijkste. Dat zij al uitgestorven zijn, dat weten zij al. Maar ze zeggen niks. Maar hier wordt het gelijk zo op, bam, boom. Ja, maar dat zeg ik toch ook. Ja. Ang, die komt er zelf achter, maar hier wordt gelijk voorgekoud. Klopt. Dus hij gaat al in paniek die kant op. Hmm. Waardoor al een paar kleine dingen veranderen. Ja. Maar in principe, de story, die klopt wel. Mm-hmm. Van locatie naar locatie naar locatie waar hij naartoe gaat. Okay. En de actiescènes. Ja. Bijvoorbeeld, weer zo'n kleine aanpassing. Met dat hij ontsnapt van die boot. Mm-hmm. Echt, in de tekenfilm vliegt hij weg. Wordt hij aangevallen door Zuko. Mm-hmm. Dat is die vuurnatie, die prins. Ja, ja, ja. Wordt hij aangevallen. Maar valt hij in het water. Gaat hij in de Avatar State. Maar weet je waar ik daar ook eigenlijk aan dacht, hè? Hij kan waterbenden toch, een beetje? Nee, daar nog niet. Nee, kon hij dat daar nog dat is meer? Echt het begin nog. Oh nee, maar dingen zaten wel op die bison. Die, ja, klopt. Ja, die moesten gewoon eigenlijk zo'n dikke golf doen, zo, de hele boot weg. Maar, zo sterk was het er nog zo'n niet. Zo'n tsunami, hoor. Nee. Al het vuur uit, blussen, hoppa, weg. Nee, maar in de animatie valt hij in het water en dan gaat hij in die Avatar State, weet je wel. Nee, die pijl die bloeit op en komt hij eruit als... Dit is allemaal aangepaste dingen. Ik zag ook op TikTok weer mensen klagen dat die Katara er niet op lijkt. En dan denk ik bij mezelf, kijk die 2010 versie, daar lijkt echt helemaal niemand op. Dat waren allemaal van die witte Amerikaanse jongeren. Ja, dat waren allemaal Amerikanen. Dus daarom zeg ik ook, je kan het gewoon niet goed doen bij die fans. Als gewoon de fanbase heel sterk is, dan moet je er gewoon niet aan zitten. Ja. Dan kan je het alleen maar fout doen. Het is gewoon, kijk, als iets slecht is, kun je het verbeteren. Hmm. Maar als iets al impact heeft gehad op je jeugd, weet je wel, het is al goed. Dan moet je dat niet namaken. Ja, of je moet het perfect namaken. Zoals Homelander zegt, it was perfect. Ja. Of je moet het perfect namaken, maar dan krijg je het volgende probleem. Je weet wat allemaal gaat gebeuren. Ja. En dat is ook niet voor kinderen, man. Die andere was wel voor kinderen, maar hier zag je allemaal mensen levend verbranden. Dus niet voor kinderen. Ja. Nee. By the way, ik heb iets leuks. Voor de kijkers ook misschien. Aflevering 2, minuut 33. Ik weet wat je gaat zeggen. Oh, dat had je al verteld, hè? Ja. Nee, als je heel goed luistert, dan hoor je iemand zo in een strijd zo. Hoor je in één keer zo, Hakan! Die heb ik gehoord. Klopt, die heb ik gehoord. Nou ja. En dan ook niet één keer of zo. Dat is dan twee, drie keer hoor je dat. Dus aflevering 2, minuut 33. Als je Hakan zijn naam wilt horen. Dan behandel jij ook gelijk mijn volgende vraag die ik wil stellen. Wat valt jullie op in de film? Ja, dat. Dat dus. Nee, maar gaat er een nieuwe seizoen aankomen? Voor nu is het schijnbaar allemaal unclear. Dat is nog niet duidelijk. Maar ik denk dat ze wel gewoon die hele reeks gaan afmaken met boek 2, boek 3, boek 4. Ja. Mm. Nee, wat mij wel een beetje opviel is die characters. Mm-hmm. Het is wel wat realistischer. Bijvoorbeeld, kijk, Sokka en Korra, Katara. Mm-hmm. Die komen van de ijs, van het waterstam. Ja. Ja. En
dat zal een beetje raar zijn dat die donkerder zijn. Dus zij zijn hier wat iets blanker. Dus dat snap ik witter. Wel. Witter. Witter, ja. En, maar die... Politiek corrigeren. Die, bijvoorbeeld die koning, die keizer van de aardebestuurders, mm-hmm. van de earthbenders, mm-hmm. die keizer, die vind ik wel sprekend lijken. Dat hebben ze ook gemaakt. Ja, dat was een mafklapper inderdaad. Ja, die, maar dat was ook een vriend van hem. Ja, 100 jaar klopt, geleden. Klopt. Ja. Maar hebben jullie nog wat? Ik denk dat, ik ga niet zeggen een succes, maar het is wel, iedereen is wel benieuwd of zo op een of andere manier. Dus klopt. Het gaat wel goed gestreamd worden. Het wordt ook goed gestreamd. Ja, het is Netflix, dus je weet toch. In Vegas die kloop hadden ze afgehuurd. En dan hebben ze daar zo die ijsbal van gemaakt, van die avatar. En dan zie je daar Aang zo in bevroren. Zo. Wel een leuke promo, man. Ja, dat is wel... ik vind dat wel vet. Maar dat was ook de enige. Ja. Nou, ik heb de eerste dag heb ik op IMDb gekeken. Gewoon gelijk 4-5 uur daarna of zo. Om 10 uur kwam die online. Ja. Maar hij had wel echt hoge cijfers. Gewoon echt iedere aflevering haalde 9,7, 8, 9, 8,5. Dus ik heb hem wel helemaal afgekeken. Mm-hmm. En echt een 9,5. Dat vond ik het niet waard. Maar voor de rest, ik vond het een leuke serie, man. Ik er niet in ieder geval. Nou, zullen we doorgaan naar de beoordeling? Ja. Conclusie en rating? Ja, ik denk, voor mij persoonlijk hoeft nooit zo'n live action gemaakt te worden. Laat het gewoon voor wat het is. Het was al perfect. Ja. Ik zeg 3 sterren, man. 3 sterren. Nee, het is meer, ik denk, dat stukje nostalgie. Dat ik een bepaalde verwachting heb. En dan komt dit uit en klopt het niet of zo. Ik weet niet. Gewoon laat het lekker rusten in het verleden hoe het was. Ja. En dat is, dat is gewoon genoeg. Dus ik ga voor 2,5 eigenlijk. 2,5? Ja, ik ben niet zo... terecht. Ja. Ja. Kan ik snappen. Terecht. Nee, ik vind... ik ben even mijn woorden vergeten. Hij is een beetje hangen in de kleine aanpassingen die ze hebben gedaan, die vind ik wel leuk. Alleen zoals ik zei, kijk, als iets al goed is, blijft het vanaf. Ja. Weet je, verandert geen winnend team, zeggen ze toch ook altijd. Ja, dat zeggen ze normaal gesproken, zeggen ze dat in het Engels. Ja. Don't change your winning team, weet je. Never change your winning team. Never change your winning team, weet je. Blijf er vanaf, doe het niet. Ja. Weet je, voor de rest, ik vond het nog wel... Oké. Ja. Het is niet dat ik hem afkeur, dus ik geef hem 3,5. Ik heb ook maar 4 afleveringen of zo gekeken. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb het wel gezien. Zijn er 4,5? 3,5. Oh, 3,5. Oké. Nou, dan gaan we naar het gemiddelde toe. 3. Ja, een drietje. Ja. Nou, dan mag je afronden. Ja. Nou, wij geven Avatar The Last Airbender 3 sterren. Hebben jullie Fast and the Furious Tokyo Drift gekeken? Vast wel. Ja. Zeker wel. Niet zo moeilijk doen. Even graag hoor. Natuurlijk. Dat was gewoon een van de beste. Dat was Prime. Dat was Prime. Dat was, en daar kwam Han. Ik wil even over Fast Furious hebben dan. Okay. Want voor mij was 2 misschien de beste. Ja. Maar 3 was ook bijna perfect. 3? Tokyo Drift. Ja. Kijk, 1 was een beetje misschien voor mijn tijd. Maar toen 2 uitkwam, keek ik al films. Weet je wel. Dan kwam die uit en dan zag je die GTR. Met die blauwe strepen. Ja. En dan komt Brian zo aangereden. Ja, ja. Doet hij even zijn nitro oxygen system. Ja. Doet hij zo... Alle rook zo. Iedereen naar achteruit. En dan toen luisterde ik ook nog Ludacris. En dan kwam Ludacris dan zo aangelopen. Hey man, you wanna race? Tej was dat toch? Tej. Ja. Dus toen was echt vet. En Tokyo Drift had ik toen vervolgens, volgens mij... Wanneer kwam die uit? Ik zou iets van 12 of zo zijn geweest. In Turkije, waar anders. Heb ik die in de bioscoop gezien. Oké. En Turkije heb je geen leeftijd in de bioscoop. Toen. Nu is het wat anders. Maar toen kon je gewoon naar elke film. Maar in Tokyo Drift kwam Han kwam voor het eerst. Ja. In The Fast and the Furious. Mm-hmm. Ze hebben nog een spin-off, Bandoleros. Daar zat hij wel in. Bandoleros? Ja, Bandoleros. Oh. Ja. Dat heb ik niet gemist. Je hebt Sean Hobbs, heb je? Ja, klopt. Nee, die film heet echt Bandoleros. Heet ja. Geen, niet Fast and the Furious. Dat zit er niet in. Daar hoef ik hem niet te zien. Niet, zeg maar. ja, maar Han, die bleek een rookverslaving te hebben. Oké. En in Tokyo Drift is die zogenaamd afgekikt. Dus die man die zit de hele dag wat te eten. Wat dachten jullie dat het altijd was? Ik dacht altijd dat het chips was. Nee, ik iets van nootjes of zoiets dacht ik. Nou, het zijn geen nootjes. Hello Panda.
Hello Panda. Oh, die ken ik wel. Maar ik wist niet dat hij Hello Panda had. Hij eet Hello Panda. Had, hij had zakje. Jij hebt een doosje. Ja, klopt. Je hebt hem ook in zakjes voor. Ik dacht dat ik heb hem nog altijd zo goed in mijn dingen, op mijn netvlies. Ja, want ik dacht altijd dat het van die zoute visjes waren. Ken je die dingen? Ja, dat dacht ik. Daarmee worden ze dus ook wel eens verward. Verward, inderdaad. Ja. Maar ik heb even op internet gekeken en het bleek dus Hello Panda te zijn. Oh. Nou jongens. Hier heb je een zakje. Oh, zo. Ja. Maar deze komen uit... Funfilled. Zijn we halal? Dat vraag ik me ook altijd af. Hè. Dat is gewoon een koekje met chocolade. Wat zie je halal aan dan? Ja. Geen dierlijke producten gebruikt waarschijnlijk. Ja, maar dat is dan niet halal. Dan dat is het gewoon vega, toch? Ja. Dat kan. Dierlijke producten. Melk, melkvet. Ik vind het een beetje apart altijd. Nou ja. Jongens. Volgens mij verkoopt het gewoon lekker als je dat doet. Ja. Wil je die doosje ervoor zetten? Ik zou even eentje pakken. Ik zou Mirza ook even eentje geven. Hoppa, mondje open. Het is gevuld met chocola volgens mij. Ja, dit ken ik wel. Dit heb ik wel eens gehad. Ja, dit heb ik ook wel eens eerder. Maar dan zit hij dus heel mooi op zijn... Welke auto was het? De Mona Lisa. De Mona Lisa later... Nee, de Mona Lisa werd kapot gereden. Toen had hij later die oranje... Wat is het, een Honda? Nee, dat is de RX-7 is dat. Oh ja. Met een bodykit. Die oranje met zwarte. En dan moest Sean moest geld ophalen bij zo'n massagesalon, sauna. Want Sean had de Mona Lisa kapot gereden. Ja, klopt. Ja. Moest hij een keer voor hem werken. Ja, klopt. Dan moest hij geld ophalen. De volgende dag werd hij opgehaald in die oranje bolide. Toen kreeg Sean een nieuwe auto en dat was een Evo. Was het een Evo X? Of een 11? X volgens mij. Weet niet, man. Wel mooie auto's. Volgens mij heb je ergens in Amerika nog een gewoon zo'n spot waar al die auto's staan. Gek. Ding is ook nice. Welke is het? Die Honda 2000 of zoiets is dat volgens mij. De laatste auto van, de laatste auto van Brian. Waar wij ze zo opsplitsen met Vin Diesel. Dat is geen Honda. Wat voor auto was dat dan? Dat was een Nissan Skyline. Maar bij Fast 7 of 6 of zoiets heb ik het over. Ja, dat was een Nissan Skyline. Ja. Want hij schakelt, waar heeft hij die 2000 moment, dan? Op een gegeven moment schakelt hij over naar de Nissan Skyline. Dan heeft hij iedere keer of de oude versie of de nieuwe versie. Nou. Even kijken. S2000. Niet de fastest S2000. Fast and Furious. Dus ik leg hem hier neer. Nee, dat is de auto van Suki, man. Ja, die S2000. Ik wou net zeggen. Car... Brian Fast 7. Maar in ieder geval wel mooie tijden, man. Tokyo Drift. Ik weet nog dat ik om mijn MP3 die hele soundtrack had gedownload, toch? Ja, die... Tokyo Boys, toch? Ja, juist. Teriyaki Boys. Teriyaki Boys, ja. Weet je dat ook alweer een ding is? Rapformatie van Pharrell Williams. Oh, echt? Ja. Je hoort toch ook in het begin zo... Tin, 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 tin. Dat is die 4-beat countdown van hem. Dat denk je voor elke. Ook bij Drop It Like It's Hot hoor je toch zo... Snoep. Zo ver had ik hem nog dus niet geluisterd. Maar goed. Dat is de Aziatische rapformatie van dingen inderdaad. Kijk. Ondertussen zijn we nog steeds aan het zoeken. Hier deze. Oh nee, het is een Toyota. Toyota Supra. Oh, dat was die hem. Supra. Ja, juist. Die bedoel ik. Dat was die afscheidsauto. Ja. En dan hoor je ze... De Supra. Dat is de 10-second car. Getaway car of zoiets. Wat was dat nou bij Fast Furious 1? Dat is de 10-second car, ja. Dat was... Die helemaal met... beschadigd, zo die sleutels. Ja, klopt. En dan opent die motorkap. Ik pak nog even zo'n dingetje. Nee, maar hij kan. Top. Dan, leuk, man. Roadback Memory Lane. We hebben een beetje over Fast Furious gehad. Ja, toch. De laatste film, terwijl ik even mijn koekje op heet. Driveway Dolls. Jongens, we zijn aangekomen bij de laatste film. En dat is Driveaway Dolls. Het eerste project van Ethan Coen. Yes. Solo project van Solo, Ethan Coen. Ja, ja. Mag één woord van jullie? Ah, je krijgt twee woorden van me. Valse start. Valse start. En jij hebt? Ongeluk. Kom zo op terug. Ja, ik zeg, ga weer samenwerken met je broer. Ja. Is er meer dan één woord. Maar maakt niet uit. Wel op zijn plaats. Ja. Waar gaat de film over? Ik zal het even kort toelichten. Driveway Dolls. Het verhaal van Jamie en Marion. Die beginnen een roadtrip naar Tallahassee, Florida. Tijdens een car rental krijgen ze per ongeluk de verkeerde auto mee.
Hoe heet hij nou? Curly? Curly geeft ze de verkeerde auto mee. En uiteindelijk vinden ze een koffer in de kofferbak. Hè? Koffer hoort in de kofferbak, dus ja, terecht. En in de kofferbak zit iets. En ja, onbekwaamde criminelen die willen het koffertje terug. En die gaan achter de twee dames aan. Ja. En het loopt semi uit de hand. Ja, klopt. Ja, de woorden toelichten. Ik kijk eerst even naar Hakan. Ongeluk. Ja, ongeluk. Waarom ongeluk? Ik zou rijden die dag. En ik kwam je ophalen. En eentje zag mij niet staan. Dus die reed me van de weg af. Hij zag jij niet staan en mocht jou niet. Hij ramt jou gewoon. Dat, zo gaat het leven. Dan, die ziet er niet uit. Die pak ik even aan. Nee. Ja, nee, dat kan gebeuren. Dus toch? Ik heb die film helemaal gemist. Je hebt de film gemist, inderdaad. Zie je dat ze geluk bij een ongeluk? Je hoeft hem niet te zien. Ik hoor jullie de hele dag al klagen. Dus, maar ja. Wat had jij ook alweer? Wat zei jij? Ja, valse start. Valse start, ja. Ja. Ook een beetje wat jij dit was zei. Eigenlijk een teken van ga niet. Ja. Ja, maar ook een beetje wat jij net zei. Blijf gewoon lekker met je broer, toch? Ja. Ja, nee, meer dan terecht. Ja. Ja. Nou ja, wat hadden we vooraf verwacht? Ik had een hele hoop verwacht, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Heb je wel eens Coen films gekeken? Ja, ik kan niet zoveel aan jou vragen, maar heb je wel eens Coen film gekeken? Jawel. Ja? Jawel. Fargo. Fargo. Hebben we daar ooit een keer nog over? Ja. Toch? Hadden we... In onze... Eerste format keken we drie klassieke films. Yeah. Daar hadden we Fargo gekeken inderdaad. Ja, maar ik had dus ook zoiets verwacht. Dat was van die onbekwame criminelen, best leuk. Maar toch is het belangrijk dat inhoud ook belangrijk is. Ja. Kijk, in deze film hebben we ook weer heel veel elementen gezien van de Coen Brothers. Hè, wat voor karakters, weet je wel, unieke karakters. Je had Curly, de overalspeersters. Een rare vriendin. Het rare voetbalteam. De receptiemedewerker van het hotel, zoals die was bijvoorbeeld vrij uniek. Ja. Curly was uniek. En die groepje criminelen, zoals altijd. Ja. En dan noem het maar op. Ja, de film bevat ook weer een MacGuffin. Voor de mensen die niet weten wat een MacGuffin is... is een iets in de film dat de hoofdrolspelers of de boeven... of in ieder geval iemand uit de film heel veel waarde aan hecht... maar voor de kijker interesseert geen ene moer. Hè, zo heb je ook in Pulp Fiction de koffertje, weet je wel. Daar hechten zoveel waarde aan. Hè, we weten alleen dat het opgloeit wanneer ze erin kijken en that's it. Ja. Het geld van... No Country for Old Men. Hè? Je zou denken van ja, geef dat geld gewoon, weet je wel. Spaar je eigen leven, noem het maar op. Mm-hmm. Maar dat is ook weer een vorm van MacGuffin. Hij doet er alles aan. Hij hecht er zoveel waarde aan om dat koffertje mee te nemen. Nou, dat zat ook weer in deze film. Ja. Wat vond je van de inhoud? Zonder te veel te verklappen. Nee, ja, weet je, als ik zo over nadenk. Op zich, de rode draad is niet slecht. Is niet slecht. Is niet slecht, want we zijn wel gewend van die rare verhalen van de Coen Brothers, toch? Het is nooit een beetje logisch of zo. Het is altijd een beetje raar, uniek, dat soort dingen. Dus het verhaal, de rode draad, is oké. Maar alleen de uitvoering is een beetje raar. In de zin van te veel erotiek, naar mijn mening. Ging niet 5 minuten voorbij of het ging alweer over tongzoenen of een dildo aan de muur. Ja, weet ik veel. Ze komen een voetbalteam tegen die gewoon lesbian parties geven of zo. Ja. Het is heel, heel vreemd allemaal. Het was een beetje te veel daarvan. Ja. Ik kon moeilijk mijn aandacht erbij houden. Ik weet niet waarom. Ja, snap ik wel. Ja. Nee, gewoon het verhaal of zo. Maar, De omhulzing was nice, maar de inhoud van het cadeautje was kut. Klopt. Want uiteindelijk, wat er in die koffer zat, zonder te veel te verklappen... Ja, sloeg helemaal drie keer nergens op. Nee, klopt. En het was volgens mij niet eens zo heel grappig of zo. Nee. Wat ik wel leuk vond, opvallend, die close-ups. Dat viel me op. De close-ups van? Ja, gewoon van, als iemand aan het praten was, je zag echt vol die beeld van iemand, zeg maar. Oh zo, je bedoelt die wide angle op het gezicht. Is het volgens mij iets van Coens? Dat ze normaal doen? Ja, het is wel een soort van Coen. Dus ze proberen die vreemde karakters altijd zo goed aan te duiden. Ja, als Curly aan de telefoon was, dan zag je hem gewoon vol in beeld. Of wanneer die oude man in de motelreceptie tv aan het kijken is. Of dan zei ik Turks tv. Ja, je hoorde tv op achtergrond. Ja, je hoorde allemaal Turks gepraat. Dus hij keek Turkse series. Wat wel vreemd is, want volgens mij was hij iets van Pakistan of zoiets. En dan kijk je Turks tv. Turkse series zijn internationaal. Ja, klopt. Zijn internationaal. Oké, okay, kijken jullie Turkse series? Laat het weten in de comments. Nee, ik vond deze film een beetje... Ja, ik hoop niet dat ik... Ja, boeit me niet. Gewoon te woke of zo, weet ik het. Ja, maar dat is een andere dingetje. Te veel LGBT-dingetjes. Ik denk, ja, dat hoeft in principe niet, is er helemaal niks mis mee. Maar bijvoorbeeld als ik een James Bond kijk... wil ik niet de hele tijd dat James Bond... onder 5 minuten zijn lol uit zijn broek hangt. Nee, precies. Dus in principe hebben we niks met dingen. Ja. Niks tegen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar het is too much, zoals ik zeg.
Bij James Bond zit ik ook niet te wachten op elk moment dat die... Nee. Of met een vrouw zat te tongen of weet ik veel, zoals ik zeg, lul uit de broek hangt. Ja, ja. Het is gewoon too much. Op een gegeven moment werd het soort van ongemakkelijk of zo. Juist, ja. Dus ja. Ja, en dit is zijn eerste solo project. Zijn vrouw heeft eraan meegeholpen, het schrijven. Trisha Cook. Mm-hmm. Zijn getrouwd in 1990. En zijn vrouw identificeert zich als queer. Zou dit de aanleiding ervoor zijn? Ik denk dat wel een aanleiding is, zeker. Ja. Nou, één ding is zeker dat Ethan Quinn Joel Quinn nodig heeft. Want ja. Joel Quinn heeft in zijn verleden, een paar jaar geleden heeft hij The Tragedy of Macbeth gemaakt. Was best wel een prima film, was wel een goede film zelfs. Mm. Maar dat toont toch weer aan dat hij de iets meer getalenteerde broertje is van de twee. Dus dat ze gewoon weer samen moeten werken. Nee, maar samen doen ze het echt heel goed. Ja. Samen is het echt leuk. Precies. Zelfs The Ballad of Buster Scruggs, volgens mij, was dat op Netflix. Zelfs die was leuk. Dat waren gewoon vier unieke verhalen in één film. Mm. En met allemaal verschillende vage figuren. Nee, maar ja, wij vonden het misschien niet echt leuk of zo. Maar als ik kijk naar de cijfers, was het ook niet echt denderend. De rest van het publiek is mensen hadden veel meer van verwacht, inderdaad. Ja. Omdat het een Quinn-project is. Eerste solo-project, heel groot aangekondigd. Ja. Maar het viel tegen. En daarmee is alles toch wel een beetje gezegd. De transitions waren wel vrij uniek. Oh ja. Die waren al opgenomen in het script schijnbaar. Nee, maar luister, die transitions, ik dacht echt, het is echt zo'n PowerPoint-presentatie. Kijk dat zo? Precies, dat je dat al. Nee, maar je had ook transitions met dat ze overgaan naar zo'n 8mm film. Ja, weet je wel. Ja. En dan zag je, dat begreep ik wel, maar het was ook een beetje overbodig. Ja. Je zag zo'n hele psychedelic shit en dat is een beetje het euforische gevoel wat je krijgt van het inhoud van het cover. Ja, ja, ja. Dus we snappen hem wel, maar het was een beetje overbodig. Klopt. Dus dat. Goeie cast. Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Pedro Pascal, Corbin Domingo en Matt Damon. Dus ja, Matt Damon is vies mannetje. Nee, ik denk dat we alles al hebben besproken. Ik vraag me erg af naar wat jullie allemaal hebben zitten kijken, jongen. Weet je wat? Kijk het lekker zelf. Ik vraag het mezelf ook nog steeds af. Dus. Nee. Is er nog iets anders? Ah, ik heb niks aan toe te voegen, man. Wat hebben we eigenlijk gezegd aan dingen? Ik heb het hier opgeschreven. We zeiden flop, top, top. We zijn de top. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hadden. En dat ze uiteindelijk de film zien en denken van waar heb ik naar zitten kijken? Ja, conclusie en rating, weer eens aan. Nou, Ethan Coen die ging even een stapje opzij maken voor zichzelf. Hij kan weer een stapje terug doen, denk ik. Ja, daar is zijn broer. We hebben gezien wie de getalenteerde uit de twee is. Inderdaad, is, hij gewoon lekker voor spek en bonen bij zijn broer blijven. Gewoon... Misschien samenvullen ze zichzelf aan, toch? Samenvullen ze zichzelf aan. Ja, het duo. Ze vullen zich aan. Nee, maar Coen Brothers is echt een term, weet je daarom, wel. Je weet gelijk waar het over gaat als je het hebt over Coen Brothers. Precies. Dat bijvoorbeeld de Safdies opsplitsen, dat snap ik. Ze zijn ieders echt getalenteerd. Mm-hmm. Maar hier zou ik dat niet doen. Blijf lekker samen, hand in hand. Kameraden, hand in hand. Voor Ajax 1. Nee, ik ga voor het cijfer 2. Geef 2 sterren. Ik had 2,5. Maar ik wil ook wel 2 sterren zeggen. Drive Away Dolls krijgt van ons heel spijtig 2 sterren. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen. Maar eerst, top or flop. Dames en heren, we gaan de films raten die we volgende week gaan bespreken. En daarmee wil ik enkel horen top or flop. We beginnen met film 1. Hakan, ik wil van je horen. Top or flop. Spaceman. Top. Top. Ik zeg flop. Titel 2, Dune Part 2. Top. Flop. Je vraagt erom, hè? Nee, ik zag ook top. En titel 3, Origin. Hakan. Flop. Flop. Ik zeg top. Spaceman, waarom top? Adam Sandler. Ja, maar het is wel Adam Sandler in een andere setting, hè? Ja, dat wel. Het is nou wel een iets serieuze rol weer. Ook, als Kevin Hart laatst. Ja. Waar we het ook over. En jij zegt top omdat Tsjechië buurland van Bosnië is. Ja. Bijna. Dan is jouw topografie niet heel goed, denk ik. Nee, maar toen ik het erover had, ik weet even niet meer, Jacob nog wat, sprak jij het wel in één keer goed uit. Adam Sandler, ik denk dat het ook wel een goede film is. Ik denk flop, want het is niet echt... Nee, Adam Sandler moet gewoon lekker comedy maken. Maar Dune Part 2, top. Ja, top. Vrij logisch, top. Jij zei flop. Ja, voor de discussie misschien een beetje. Ja. Nee, misschien verwachten we misschien te veel. Je hebt hoge verwachtingen. Ik heb stiekem de cijfers al gezien, hoor. Oh, okay. Dat is bijna 100%. Okay. Beide, audience en dingen. Dan hebben we weinig gesprekken. En Origin, uiteindelijk binnenkort in Nederland te zien. Na volgens mij 2 of 3 maanden geleden dat hij in Amerika is uitgekomen. Jij zei flop. Flop.
Ja, is niks jou, niet jouw soort is film. Is niet mijn soort film. In die film. Ja, ik weet niet. Ik laat het om me afkomen, ja. Ik denk dat het een top ding is, want ik hou wel van indie films. En ja. Ik denk dat dit een toppetje gaat zijn. Ja, laten we afronden. Dames en heren, we zijn weer aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering. Heb jij genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Ook zijn we te vinden op verschillende social media kanalen, waaronder andere Instagram, TikTok en Facebook. Op Instagram en TikTok heten we @thevideocorner. Op Facebook zijn we te vinden onder The Video Corner. Jongens, bedankt voor de aanwezigheid. Voor jullie aanwezigheid. Heel erg bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. We zien jullie volgende week maandag weer terug met een review van The Promised Land. Een Deense film met in de hoofdrol Mads Mikkelsen. Abonneer, zet het belletje aan. En zo vergeet je niet dat er een nieuwe aflevering online staat. En dan zien we jullie volgende week. Tot dan. Doeg. Yes. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.